Surinamers willen niet graag werken in de landbouw. Woorden van VHP-parlementariër Surjani Mingun Kariominawi gisteren in de Nationale Assemblée tijdens de behandeling van de ontwerpwet houdende verlening van de Surinaamse nationaliteit door naturalisatie aan 220 personen. Volgens het assembleelid laten Surinamers het werk in de landbouw graag over aan gastarbeiders. Er is geruime tijd een tendens waar te nemen in de agrarische sector, vooral in het kustgebied waar Surinamers niet graag hun aandeel willen tonen qua arbeid. Dat fenomeen wordt thans ook ingelost door inheemsen. Inheemsen uit Tepu, Kwamalasamutu en Palumeu die vanwege hun wil en noodzaak naar de kustgebieden hun intrek nemen om daarin hun bijdrage te leveren in de landbouw en dat zien we prominent bij gastarbeiders vanuit Haiti, Venezuela en Cuba. Ik wil de conclusie delen dat Surinamers niet graag willen werken in de landbouw. We schuiven het graag voor deze gastarbeiders. NDP-parlementariër Rabinder Parmisser meent dat er veel te zeggen is over het niet graag willen werken van Surinamers in de landbouw. Slechte infrastructuur in de landbouwsector neemt de interesse van Surinamers weg, meent Parmisser. Mensen willen planten, maar bij de kortste de regenperiode is alles onder water, want de ontwatering is niet goed geregeld en noem maar op, voorzitter. Dan is het niet zo aantrekkelijk, ja. Ik ben recent een particulier initiatief met 30 personen naar Brazilië, naar het district Pará geweest, waarbij er ongeveer 25 bedrijven, kleine bedrijven zijn meegegaan. Frisse jonge mensen. En nu merk ik stuk voor stuk dat die bedrijven enorm enthousiast zijn. Ze hebben heel wat ervaringen opgedaan. Contacten gelegd, nogmaals een particulier initiatief. En dat soort ontwikkelingen moeten we stimuleren, voorzitter. Om de vergrijzing in de sector, ja, om wat te noemen, om dat tegen te gaan. Parmisser benadrukt dat als de infrastructuur in de landbouwsector niet wordt aangepakt, de vergrijzing die nu gaande is, erger zal worden.